Goed, dit is het laatste filmpje van deze les. Zorg ervoor dat je je werkkatern en je kleurpotloden en gom bij je hebt. Is dit niet zo, dan zet je het filmpje op pauze en ga je dit nog snel even halen. Niet lopen, let op de andere kinderen. Goed. Eerst en vooral is het belangrijk dat je je werkkatern neemt op bladzijde 13. En dat je de legende hebt aangevuld. Die legende moet er niet hetzelfde uitzien als in het filmpje. Als jij de taalgrens tussen Nederlands en Frans en F in het groen hebt aangeduid, dan moet dat in de legende ook in het groen staan en niet in het blauw zoals in het filmpje. Goed, de taalgrens Nederlands-Frans, waar vinden we die? Wel, daar. Eigenlijk is dat tussen Vlaanderen en Wallonië. Maar vergeet niet, Limburg heeft nog een klein stukje. Dus ook daar is die taalgrens. Dan de taalgrens tussen Frans en Duits vind je daar. Goed, er is één tweetalig gebied in België. Weten jullie nog welk dit is? Inderdaad, het Brussels hoofdstedelijk gewest. Waarom heb ik dit nu geel en rood door elkaar gekleurd? Wel, omdat daar Vlaams en Frans gepraat wordt. Oké, de Vlaamse gemeenschap, wel, dat is eigenlijk Vlaanderen. Vergeet ook niet het kleine stukje in Limburg dat je tegen Luik vindt. Goed, de Franse gemeenschap, wel, dat vind je hier. En dan heb je nog de Duitsstalige gemeenschap en dat is dit stukje en dat stukje. Zo zou jouw kaart er ongeveer moeten uitzien. Ben je klaar met al deze oefeningen, dan ga je met je werkkatern naar de juf. Zij zal sowieso heel trots zijn op jullie. En dan gaat zij jullie de legende van Antwerpen geven. Veel plezier!